Radio West, Willem op zaterdag, 5:10. We gaan praten met Rick van Leeuwen. In 2010, zijn eerste boek was een roman. Misschien sliep je al, heette dat boek. En natuurlijk het laatste boek wat hij uitbracht over Sjaak Polak. Even serieus heette dat. En hij komt met een nieuw boek over de man die zijn voetbalcarrière begon bij VVO 65. En uiteindelijk via heel veel clubs nu weer bij de amateurs trainer is. Bij VBZ 49 in Soest, daar gaat het niet zo goed. Ik heb het over Jean Valloen. En eigenlijk heb ik het over Rick van Leeuwen, want dat is de man die die boeken schrijft. Rick, goedemiddag. Een hele goede middag. Valkenburger, Rick van Leeuwen. Even terug naar het boek over Sjaak Polak. Daarin heb jij mij meegenomen in het leven van Polak. Hoe gaat het boek van Valloen eruit zien? Dat komt in november uit, hè? 11 november, als ik het goed heb. Over de web verschijnt hij. Hij is je kunt hem al bestellen, je kunt hem al aanvragen bij de boekwinkel of online. Uh-huh. Hij is leverbaar vanaf 9 november zelfs is hij al leverbaar. Okay. Dus, maar je kunt hem al bestellen. Maar is het te vergelijken? Krijg ik in dat boek ook een kijkje in het leven van Jean Valloen? Krijg je zeker. Ja, ik heb vooral mijn eigen manier van werken. En ja, ik ben niet, denk ik, zo van de hele klassieke voetbalbiografie waarin ik hem van A tot Z aan het woord laat in één grote monoloog. Ik probeer, ja, ik heb hem veel opgezocht. Ik heb met hem opgetrokken. En ik heb mijn manier van een verhaal vertellen en van zijn verhaal vertellen. En ja, dat probeer ik een beetje echt in beeld te brengen. Dat je echt een verhaal meekrijgt. En dat je in het leven duikt. Niet alleen de voetballer Jean Valloen, maar echt de mens achter de voetballer. Zowel in het verleden als in het heden ook. Dus, want ja, er is ook in het heden nogal wat gebeurd. En dat heeft, weet je, alles heeft een weerslag. Dingen uit het verleden altijd een weerslag op het heden. Het is ook nu een interessante man om te volgen en om mee te praten. Ja, komt daarbij bijvoorbeeld ook in het verhaal voor dat het bij de club waar die nu is, dat het daar niet zo goed gaat nu? Nee, dat is te recent, want dat is echt van de afgelopen weken natuurlijk. Ja. Ik heb wel absoluut dat ook. Ik ben ook bij die club op bezoek geweest met hem bij het trainen, dus het zit er wel absoluut in. In Soest. Hij is er al een paar jaar in Soest. Ja. Hij is er al een paar jaar actief, dus dat zit zeker in het boek. Maar de actualiteit van de afgelopen week, dat zit er niet in, want uiteraard is het boek ligt nu bij de drukker. Mm-hmm. Zo actueel is het niet, maar ik denk wel dat het redelijk actueel is. Het loopt wel tot echt het eind van de zomer. Ja, ja. En hij heeft heel veel gedaan, hè? Als speler bijvoorbeeld bij Utrecht, Roda, Anderlecht, Ajax en Feyenoord, Hiroshima heeft hij gezeten, Apollonia Nicosia. Zeven interlands. Interlands, ja. Ja, echt, en wel opvallende interlands. Zijn debuut in 85 in de wedstrijd waardoor Nederland het WK misliep in Mexico. Wat hem wordt nagedragen nog altijd. Door de voervolgers van toen. Dus dat is een heel interessant debuut geweest. Hij speelde toen nog bij Utrecht. Mm-hmm. En hij heeft meegedaan aan het WK 90. Het beruchte WK 90 met Benakker als trainer, Gullit van Basten. Het WK dat zo mislukte na het gewonnen EK van 88. Dus daar was hij bij, dus hij heeft daar alles meegemaakt. Dus dat is natuurlijk ook wel interessant. Ja, dus we krijgen ook weer echt een kijkje in het leven. Ik vond het prachtig bij Polak in jouw boek. Dus dit is dezelfde manier van schrijven. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, ik heb al met Sjaak ben ik heel veel opgetrokken, heel veel dingen meegemaakt. En er speelt echt wel 80% van het boek speelt in het heden, kunnen we wel stellen. Mm-hmm. Bij Jean Valloen is dat wel andersom. Het is wel op dezelfde manier geschreven, maar het speelt wel heel veel in het verleden. Hij heeft zo'n lange, ook grote carrière gehad bij die clubs. Je noemde ze al, Ajax, Feyenoord, Anderlecht, FC Utrecht, Roda. En ook met de bekende trainers heeft hij al mee gewerkt. Met Van Hanegem, Van Gaal, De Mos, Beenhakker. Hij speelde bij Anderlecht met Luc Nielis. Hij speelde bij Ajax met Dennis Bergkamp. Het Nederlands elftal, Gullit van Basten. Dus ja, dat baseert allemaal de revue natuurlijk. Wat hij allemaal met die mensen meemaakt, ook in de kleedkamer. Ik denk dat heel leuk is om te lezen voor mensen. Ja, waarom ben jij, Rick, als opvolger over het boek over Polak bij Jean Valloen terechtgekomen? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Want hij komt uit het Utrechtse. Daar heb ik verder geen... dat is minder dichtbij dan Sjaak, die natuurlijk redelijk uit de buurt komt. Het is al via Sjaak gegaan. Want Jean was wel bezig met een boek eigenlijk. En hij vroeg aan Sjaak hoe hij dat had aangepakt. En Sjaak verwees hem eigenlijk door naar mij. Dus John heeft mij toen zelf benaderd. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Okay. En dan ga je eerst even peilen. Ja, John is natuurlijk een bekende naam. Zeker voor de
voetbalvolgers van de jaren 80, 90. Het is wel echt een iconische voetballer, denk ik. Maar je wil wel weten, heeft iemand een verhaal te vertellen? Hè? En wil die meer vertellen dan alleen maar over zijn successen? Want ja, dat is denk ik interessant voor de lezers. Hè? De, weet je, de rafelrandjes van iemands leven, daar wil je over lezen. En niet alleen maar over de succesverhalen. En ja, het werd al snel duidelijk dat hij wel meer wilde vertellen. Nou, hij heeft ook heel vaak onder vuur gelegen ook, hè? Ja, heel vaak. Ja, zeker. Ja, ik weet, Hugo Borst noemde hem ooit de meest controversiële voetballer van Nederland. Ja. Toen hij bij Feyenoord zat. Hij werd ook gezien als de meest uitgefloten Feyenoorder aller tijden. In ieder geval, nou ja, tot Anthony Lurling in ieder geval. En nou, hij was altijd omstreden. En bij Roda en Utrecht was hij altijd gewoon, stond hij vast in de basis en was hij wel de gevierde man. Maar bij die topclubs, ja, was het altijd net wel net niet in de basis. Vaak mot met trainers, met het publiek. En hij riep zeker bij uitsupporters of bij de supporters van de tegenstander niet altijd warme gevoelens op. Echt een man people love to hate. Ja, prachtig man. Ik kijk ernaar uit. Ja, maar daarbuiten. Ja, en het is verder, weet je, het is buiten het veld een hele rustige, opgewekte, vrolijke man met veel gevoel voor humor. Veel zelfspot, veel zelfrelativering. En dat zit ook allemaal in het boek. Ik denk dat het dat overal de moeite waard maakt. Nou, 9 november te krijgen, nu al te bestellen, het boek. Zeker. Over de rooien met zevenvoudig international John van Loen, met een enorme staat van dienst. Geschreven door Rick van Leeuwen uit Valkenburg. Dankjewel, succes met de verkoop. Yes. Komt er nog een officieel moment? Op 11 november bij FC Utrecht. Eerste exemplaar wordt ontvangen door Leo Beenhakker. Kijk. Dus dat is wel heel erg tof natuurlijk. Dus daar kijken we nu naar uit. Goed, Rick, dankjewel. Ik kijk weer naar dat boek uit. Sjaak kon ik natuurlijk al heel lang, maar door jouw boek heb ik echt wel een kijkje in zijn leven gekregen. Met name de luisterversie vond ik, die was erg mooi gemaakt ook, moet ik zeggen. Ja, oké, goed om te horen. Leuk om te horen. Dus. Hey, we gaan een bruggetje maken, want er komt nog een boek uit. Kijk. Jan Keijzer heeft een boek. Weet je wie Jan Keijzer is of niet? Ja, dat is toch die zanger? Ja, die zanger van BZN. Van BZN, ja. Die komt ook met een boek. Kijk eens aan. Nou, ik ben benieuwd. En als ik een boek wil, bel ik jou ook. Is dat goed? Wat zeg je, sorry? Als ik een boek wil, bel ik jou ook. Mag je me altijd bellen, Willem? Ik weet waar je woont, dus ik bel gewoon aan. Dus. Je denkt waar ik woon. Maar Jan Keijzer die wil nog een keer gaan spelen met BZN. Hij zegt, dat wil ik wel doen, eenmalig, maar dan moeten ze allemaal meedoen. Zowel Annie, Carola, iedereen die gespeeld heeft. Dus dat gaat ook gebeuren. Hey Rick, dankjewel, goed weekend. Gaan wij BZN draaien, oké? Ja, goed Willem. Dankjewel. Hoi.